van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op vrijdag 12 juli is oud-burgemeester Jaap van der Linden op 85-jarige leeftijd overleden. In de periode 1983 tot 1989 was hij burgemeester van Made en Drimmelen. In een recent contact met burgemeester Boy Scholtze heeft hij verteld over zijn tijd in de gemeente Drimmelen, waar hij met veel plezier op terug kon kijken. Hij vertelde ook over het fijne contact met de medewerkers en bewoners wat hem altijd dierbaar is gebleven. Omroep Drimmelen wenst zijn familie veel sterkte en onderlinge steun toe. Van 11 november tot 17 november wordt voor de vierde keer de Nationale Klimaatweek georganiseerd. Op allerlei manieren laten Nederlanders zien wat je kan doen om duurzamer te leven tijdens de Nationale Klimaatweek. Het doel is zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. Daarom zoekt het ministerie van Klimaat en Groene Groei en de Klimaatstichting hier nieuwe klimaatburgemeesters in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. Het klimaatburgemeesterschap is voor alle Nederlanders. Word jij klimaatburgemeester van de gemeente Drimmelen? Kijk dan voor de spelregels hoe je je kunt aanmelden op onderstaande website. Nieuw bij OVP is de leeftijdskorting in bus, tram en metro. Bij het reizen met een betaalpas in bus, tram en metro hebben kinderen van 4 tot en met 11 en mensen van 65 jaar of ouder recht op 34% leeftijdskorting. Deze leeftijdskorting in het OV kan de reiziger nu ook toevoegen aan zijn betaalpas of creditkaart. Een OV-chipkaart is niet langer nodig om met leeftijdskorting te kunnen reizen. In- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of mobiel in het OV is sinds 2023 in Nederland geïntroduceerd onder de naam OVP. In Noord-Brabant hebben de jongeren van 12 tot en met 18 jaar ook recht op 34% korting in de bus. De Nationale Vereniging De Zonnebloem bestaat 75 jaar. 29.000 vrijwilligers zijn actief in heel Nederland voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking. Uit recent onderzoek over de toegankelijkheid in Nederland blijkt dat het werk van de vereniging nog altijd hard nodig is. Meer dan de helft van de mensen met een lichamelijke beperking geeft aan minder of helemaal geen vrije tijdlocaties te bezoeken, omdat ze bang zijn deze niet toegankelijk voor hen zijn. 14 juli was de aftrap van de campagne. Waar kan ik plassen? De Nationale Vereniging De Zonnebloem wil hiermee aandacht vragen voor de toegankelijkheid van openbare ruimtes. In samenwerking met Dixie wordt de Zonnebloempot geïntroduceerd. Een opvallend rolstoel toegankelijk mobiel toilet. De onthulling was afgelopen week in Nijmegen. Tijdens de vierdaagse feesten worden 5 zonnebloemtoiletpotten in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode is het SWO-kantoor gesloten, van 29 juli tot en met 9 augustus. Bij dringende vragen kun je een mail sturen of een voicemail inspreken. Deze wordt 1 keer per dag afgeluisterd. Vanaf maandag 12 augustus staan zij graag weer telefonisch of aan de balie te woord. Op de zaterdagen 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus kunt u in het Witte Kerkje in Terheide bezoeken tussen 2 en 4 uur 's middags. Daarnaast kunt u ook meedoen aan de activiteiten die er die middagen plaatsvinden. Vanzelfsprekend is er altijd thee, koffie of iets fris voor bezoekers. De gastvrouwen leiden u graag rond en beantwoorden al uw vragen. Ook is de kerk in Lage Zwaluwe op zaterdagmiddag van 31 augustus open tussen 1 en 5. Dit seizoen zijn er prachtige schilderijen te bewonderen van kunstenares Barta de Kok. De gemeente Drimmelen heeft de subsidieregeling Samen aan de Slag aangepast. Een van de wijzigingen is dat buurtbarbecues en carnavalsfeesten geen bijdrage meer krijgen. De Samen aan de Slag-regeling is onder meer bedoeld om de leefbaarheid in de straten, buurten en dorpen te vergroten en de betrokkenheid van de bewoners te stimuleren.
Sinds 2020 was er een jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor deze regeling, waarbij initiatiefnemers maximaal 2.000 euro konden aanvragen voor een activiteit. De laatste jaren werden relatief veel aanvragen ingediend voor buurtfeesten en barbecues, terwijl de aanvragen voorheen ook activiteiten zoals wandelingen, sportdagen en educatie over de dorpsgeschiedenis omvatten. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de regeling met terugwerkende kracht aan te passen. Het jaarbudget is nu 25.000 euro. Per activiteit kan er nog maar 1.000 euro worden aangevraagd. Voorheen was dat 2.000 euro. Ook moeten organisatoren zelf geld inbrengen. De subsidie mag niet meer zijn dan 50% van de totale begroting. Op zaterdag 13 juni hield de Ambrosius Gilde van Bijenhouders in Made een geslaagde imkerdag. De bezoekers van deze dag kregen uitleg over het leven van de honingbij. Ze konden de materialen die imkers gebruiken uitgebreid bekijken en de liefhebber mocht de overheerlijke honing proeven. Ook voor de jonge bezoekers waren er leuke activiteiten georganiseerd. Al met al was het weer een geslaagde dag. Het Gilde heeft voor al haar leden een bijenstal in Made, waar in het bijenseizoen elke zaterdagochtend tussen 11 en 12 uur informatie en onderricht gegeven wordt door de bijenwerkgroep. Kom gerust eens langs. U vindt het Ambrosius Gilde op Koekoekweg 1 in Made. Zodra er nieuwe woningen worden gebouwd, zijn er ook nieuwe straatnamen nodig. Dit geldt ook voor plan Made Oost. De Dorstvlegel en de Ploegstraat worden verlengd en daartussen komen nieuwe straten. Ook in Terheide voor het plan Munnekenhof is een nieuwe straatnaam nodig. De gemeente vindt het belangrijk u hierbij te betrekken. Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam, geef dit dan aan hen door. De straatnaamcommissie bekijkt samen met BAG, basisregistratie adressen en gebouwen, alle inzendingen en geeft het advies aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe straatnaam. Uiteindelijk beslist het college welke naam het wordt. Heeft u een idee voor een straatnaam of nog vragen hierover? Mail of bel dan naar onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuws uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Deze week Bruisend Made. Op zondag 30 juni was het weer zover. Bruisend Made 2024. Een bomvolle jaarmarkt met voor ieder wat wils. Van jong tot oud, iedereen kon zich vermaken op deze bruisende buitenmarkt. Leuke, mooie en smakelijke kraampjes en natuurlijk heel veel muziek. Ook Omroep Drimmelen was van de partij. Op 7 juli werd het Oldtimer Festival Terheide gehouden en wij waren daarbij aanwezig. Dit festival voor landbouwwerktuigen en tractoren werd georganiseerd in samenwerking met de Trekkers Oldtimer Club, Overbos en loonbedrijf Zeedamen, die ook dit jaar haar 90ste verjaardag vierde. Een mooie dag vol nostalgie en herinneringen aan vroeger. Ook zijn we gaan kijken bij het wedstrijdzwemmen van Davy en Mickey Sweers. Mickey en Davy komen uit Made en zijn fanatieke wedstrijdzwemmers en trainen maar liefst 3 keer in de week. Wij volgden hem op een wedstrijddag waar ze een poging deden om hun record te verbeteren. Het ging die dag dus niet om de medailles, maar om de tijden. Benieuwd of zij hun record konden verbeteren? Blijf dan kijken. Kent u een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan Publieke Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat wij een verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mailt ons via de getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!